ja, ik noem het net zo letterlijk gespeeld, het is geschreven door mijn broertje.
zes uur hadden we een hele volle zaal hier, dat is fantastisch. Nu hebben we een heel verfijnd publiek, denk ik. Het laatste nummer wat we spelen is, moet ik niet al te letterlijk nemen, want ik weet dat René nog graag wat drank verkoopt en zo al die dingen. Maar het heet helaas Hit the Road Jack. Wat dan zoveel betekent als Magda terechtkomt. Maar toch niet, blijf er zeker voor de laatste nummer luisteren. Deze mannen zijn aan het repeteren sinds september. En dat is ook het eerste optreden. Ik denk dat ze nog niet vaak achter de microfoon staan hebben of met een gitaar en zo. En optreden. Dus misschien toch een extra applausje.